Dames en heren, jongens en meisjes. We moeten het even ergens over hebben. We moeten even ergens over praten. Ik neem u even ongeveer, wat is het, 9 maanden terug in de tijd. 9 maanden terug, ik was Koen. En toen is alles heel snel gegaan. Ik heb, de kaarsje kwam uit. En daarnaast gebeurde iets bijzonders. Namelijk dat, nou, en voordat we gaan beginnen mensen, abonneer even op mijn kanaal, want dat is belangrijk. In ieder geval, er kwam een jongen, hij heette Brent. En die maakte een nummer, en dat nummer heette Balenciaga. En dan was dit nummer. Ik ben op Cartier, ik bestel die champagne. Mensen zeiden, hij lijkt op mij, omdat hij dezelfde jas heeft. En ik ben zogenaamd Ginger. Is niet zo goed, prima, boeit niet. Dus na een tijd maakte ik een video, namelijk deze video, dat ik ging reageren op dat nummer. En wat er toen gebeurde, ik zei, luister, als we voor mij 50.000 likes halen, dan ga ik een nummer met hem maken. Nou, dat is goed gelukt, 110.000 likes gehaald. En toen zei hij van, nee, ik wil geen nummer. Nou, dat was natuurlijk triest, want eerst zei hij wel volgens mij van, ik wil een nummer. Wat ik me vaak aan herinneren van, hé, wanneer gaan we stu? Dat ik gezegd, in deze video, nou, 50.000 likes gaan we. Toen zei ik tegen hem, oké, nou, wanneer stu? Zei hij van, geen tijd. Nou, in ieder geval, toen heb ik geen cachet gemaakt. Nou, geen cachet, ging hartstikke goed. Niet echt een dis, maar een beetje lachen, een beetje boeien, blablabla. Niks op gehoord verder, helemaal prima. Voor mij was toen het hoofdstuk Brent afgesloten. Dat was zeg maar, met mij ging het zo, en met Brent, zo. Hij heeft daarna nog wat aardige hits uitgebracht, moet ik zeggen. Geef die barman een seintje. Treintje. Ik heb gelijk geen ads meer dan alle vrouwen in de clip. In ieder geval, helemaal prima. Hij is bezig met zijn ding. Ik ben bezig met mijn ding. Kijk, de comments zijn nog steeds heel veel van wanneer er nieuw verbod lachen, Mattie. Zo, ah, leuk, leuk. Mensen zitten nog steeds zeggen alsof ik het ben. Mensen, voor de duidelijkheid, ik ben het niet. Nee. Mijn muziek haalt wel views. Nee. Nu kwam ik dus iets tegen. Ik zie hier een interview over zijn inkomen. Nou, dat boeit mij niet. Ik kwam deze video tegen van Senio 4K. Hier, dit trek ik zo slecht. Kijk, ik weet niet of dit zijn stijl is. Maar wat hij doet, en we gaan er zo naar kijken. Hij vraagt dus, hey Brent, wil je een interview met mij doen? Waarschijnlijk, ik denk dat het zo gegaan is. Dan zegt Brent van, ja man, is cool, prima. Dan gaat hij Brent belachelijk lopen maken in een interview. Dat kan toch niet? Even serieus, man. Dat kan echt niet. Als in dit interview is het meest bizarre wat je ooit gaat zien. Dit is echt zo ongelooflijk bizar. We gaan even naar kijken, gaan we reageren van Senio 4K. Ik moet zeggen, de comments zijn ook allemaal van puur zielig hoe je tegen Brent. Nou, ik vond het ook echt zielig. Maar jullie kunnen je eigen mening vormen. Laten we maar gaan kijken. Wow, dames en heren. Goed dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van In Japan, waar ik ga eten. Met mijn favoriete food en mijn favoriete gasten. En vandaag ben ik met niemand minder dan Brent, man. Nou, hij gaat dus hier eten met Brent. Nou, helemaal gezellig. Lekker eten. Ik denk ondertussen lekker een theetje, mensen. Voor de mensen die thee met melk, dat concept niet kennen, dat is echt het allerlekkerste wat er is. Dus drink thee met melk. Hoe is het, man, bro? Goed, man, met jou. Ah, ik ben er. Heb je eerder ramen gegeten? Ja. Heb je eerder ramen gegeten? Nee, ik vind het zo scherp. Waar heb je zin in? Ik heb niet heel veel honger eigenlijk. Maar nee. Ik denk dat hij gewoon voor een. Kan je gewoon los friet krijgen? Ja, je kan los friet krijgen. Friet, Brent. Je komt nog boven de rivieren. Dat is gewoon patat. Neem gewoon een los friet. Gewoon een losse friet. Losse friet gewoon. Losse friet gewoon. Nou, hier begint het al. Hè. Losse friet kan niet. Nou, moet ik zeggen, ik denk dat Brent zenuwachtig is en daardoor geen trek heeft. Nou, dat kan. Dat is even iets anders. Hij heeft ook zelf een comment geplaatst, die gast. Wat vond u van mijn video met Koen van de bank zitten? Wat verwacht u next? Ik heb hier niks mee te maken verder. Dit is totaal niet waar ik iets mee te maken heb. Brent, waar kunnen de meeste mensen jou eigenlijk van kennen? Ja, de meeste mensen kennen mij denk ik van Balenciaga. Mm-hmm. Van mij. Of Treintje wellicht. Treintje! Geef die barman een seintje. Nou goed. En van al mijn tracks die daarna nog zijn gekomen. Maar die is wel, Balenciaga is wel de meest bekende track, zeg maar. Waarom denk je dat die zo viraal zou gaan? Ja, ik denk wel doordat hij voor iedereen, zeg maar. Hij is voor elke vibe wel goed, dus. Of je nou uitgaat of in de auto zit. Kijk, de koude hard neer is te doen. Heel eerlijk, mijn comments gaan altijd creatief. Maar die van jou. Nou, hier begint het. Die zijn echt cool gegaan. Ja, man. Een beetje gezegd, die comments. Ik heb een lijst. Hier dacht ik nog van, even een paar fatu comments had hij gemaakt. En hier zie jij helemaal kijken van, het zijn mijn comments. Maar ik zeg heel eerlijk, dit is toch wel echt vervelend. Dit is niet normaal. Ik ben trots op jullie, Oostenrijk. Jullie hebben deze geweldig. Dit is dus, voor de mensen die het niet weten, destijds met Armo was dat volgens mij dat iedereen zei van Armo, sehr gute deutsche artiest. Omdat hij dan niet Nederlands is en dat wij dan niet te schamen. Maar iemand heeft dat dus bij hem gekomen van nice dat Oostenrijk zo'n goede artiest heeft. En dat leest hij dan voor, terwijl Brent tegenover hem zit en gaat die kaart lopen lachen. Dit is zoveel disrespect, dit is echt niet oké. Okay. Ik meen serieus, dit is echt niet oké. Okay. Dit kan je echt niet maken. Voor de mensen die denken dat ik het zeg, omdat Brent een enorme rechtszaak tegen mij gestart heeft. Dat klopt. Nee. Ik ben echt voor memen van mensen. Je moet mensen echt gewoon kunnen memen, kapot kunnen memen. Dat is lachen en dat zou ik ook blijven doen. Maar dit, dat je in iemands gezicht, iemand die je niet kent, zo uitgelacht, dat is echt ongekend. Oei joh. En check even zijn gezicht. Oei joh. Heb je nog meer of? Mensen er ook van, ja wat moet ik hiermee? Oh, ik kan het ook niet aanzien dit jongen. Verschrikkelijk. Deze reacties zijn nog beter dan deze track. Stop met die haatreacties, ik kan ze niet allemaal liken.
Die is wel fire, man. Als ik zeg maar op sterfbed zou liggen, dan zou mijn laatste wens zijn jou komen vlezen. Dan weet ik dat ik vredig dood ga. Dit is niet om aan te gluren. Ik kan het gewoon niet zien. Vandaag heeft Brent... Je hebt bodyguard meegenomen. Een bodyguard? Stylist meegenomen en best en mijn manager. Hij is mijn manager. Aha, oh, hij is ook bij Mattie gewoon, maar hij is En mijn manager. Je hebt ook mijn manager meegenomen. Ja, klopt. Toeval, hè? Waar ga je naar de kapper? Twee managers. Ik begin met de vuren nou. Jij begint ook terug te vuren. Dat vind ik wel mooi. Dat vind ik wel weer goud. Je ook terug begint te vuren. Doe je ding eens af, één keer. Oh, je wil me vuren met mijn haar leeg? Nee, gewoon. Dat nee. Mag, dat mag, dat mag. Wil gewoon even checken. Dat mag, dat mag. Maar nu weet je dat je de... Dit is gewoon de akte van ik ben Brent en ik vraag nu officieel waar. Dit is toch heel raar? Maar ik vraag me af, zou Brent gedacht hebben van dit, ik ga hier echt volledig gevuurd worden? Of zou hij denken van, ik heb een serieus interview? Rap is nu een fulltime job. Mm-hmm. Je werkt niet meer bij je vaders bedrijf. Nee. En hoe reageerde hij erop? Positief. Support hij het meteen? Nee, man. Dat begrijp ik. Oh mijn god! Hoe kan dit? Dit is toch niet normaal? Oh. Vind je van Instagram? Ik vind het nep. Waarom vind je het nep? Veel mensen doen zich anders voor dan dat ze zijn. Ik vind dat die track Balenciaga ook zich anders voordoet dan dat het eigenlijk echt is. Oh. Want ik heb geen één keer Balenciaga gezien in die clip. Dat is wel waar. Misschien ook wel het succes van de tune. Dat is een succes van de tune. Nee, het is gewoon wel een lekker nummer. Ik ben op Cartier! Woe! En één keer is het Burberry. Wacht. Wacht. Ga je checken? Wacht. Nee. Er was een comment. Shout out naar die comment. Sammy zegt nummer Balenciaga. Schoenen Louboutin. Blouse Burberry. Haar oranje. Hotel Trivago. Hey, Sammy. Link me. Voor deze comment verdien je gewoon een award. De gouden comment gewoon van 2020. Ik moet er wel nog een colaatje voor me. Kan dat? Nee. Waar zit ik naar te kijken, man? Zal ik het even aan je manager vragen? Oh! Waarom eet je varkensvlees, man? Oh! Fakken. Ik weet niet. Ik heb er gewoon zin in vandaag. Monstermotor en varkensvlees eten. Ik had dus laatst opgezocht waarom het is voor mij. Maar, correct me if I'm wrong, omdat dat vieze beesten zijn, omdat die vuilnis eten ofzo. Ik eet dus eigenlijk nooit varkensvlees, maar dat komt niet omdat ik moslim ben. Maar, omdat ik... Varkensvlees is echt gewoon niet lekker. Het is echt niet lekker. Ja, vorige video ook al. Oké, Brent. Ik heb je wel een beetje gecheckt. Ik jou niet. Toch wist je alle comments op te lezen. Kijk nou, dit is echt gewoon puur gevecht. Gewoon één op één gevecht. Wat vond je van mij toen je mij de eerste keer zag? Had je echt een stylist nodig en een bodyguard, Brent? Brent komt binnen, stylist en bodyguard. He needs that. Maar stylist, fuck hè. Je hebt toch exact hetzelfde aanzien, Balenciaga, toch precies hetzelfde Dior shirt? Brent, wil je nog wat tegen de mensen thuis zeggen? Naast dat je mijn manager hebt ingepikt. Ja, 12 februari jongens. Oh. Komt er een nieuwe single. Dus, ja. Ja, ik deed een goede promo dit. Mensen, dit is een van de meest rare interviews die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik reageer erop omdat ik dit 100.000 keer in mijn DM's heb gekregen. Luister, Senio 4K, het kan best dat dit je stijl is, maar als dit echt je stijl is van video's, dan heb je echt nog 2 afleveringen. Want als één iemand dit ziet, niemand gaat bij je aanschrijven. Echt niemand. Brent, wij zullen elkaar waarschijnlijk nooit spreken en dat is ook goed. Maar het gaat je goed, jongen. Kom op, hè. Knallen, jongen. Wat was de nieuwe single eigenlijk? En jij die weet van nada, denk nog steeds aan jou, maar ik ben nog op de straat daar. Nou goed, ik zou toch je dingen niet meer nada noemen en treintje, maar ik zou gewoon Balenciaga 2, wellicht dat weer de nieuwe banger gaat worden. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Wat ik net heb gezien, ik heb geen flauw idee. Ik kan er gewoon niet over nadenken überhaupt. Vond je het leuk om te zeggen, duimpje, abonneer op mijn kanaal, hier beneden. We gaan super lekker met abonnees, dat is top. We gaan richting de 6 ton. Dankjewel voor het kijken en de groeten. Paar uren in de week.